Oh my god. Mam! Deze oorbellen gekocht. Sowieso eerst even boodschapjes halen. Lekker een boodschap of zo. Super lekker. Oh my god. Dus die ik heb ingepakt. Ziet er echt super leuk uit. Ik was weer heerlijk dronken. Oh, dus ik heb mijn kerstcadeaus nog niet laten zien, maar... Yay. We zijn lekker onderweg naar McDonald's. Half drie, we nog niks gegeten. Maar we gaan nu naar de Mac. Maar ik ga echt nooit eigenlijk door de McDrive. Valt echt wel mee hoor. Ik wil één. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ja, voor degenen die me al volgen, sorry van mijn vlogmes. Ik heb echt superveel vragen gekregen. Ik heb het ook op mijn Instagram verteld. Dat gewoon echt onderschat, weet je. Al had ik gewoon school, dan had het gewoon allemaal prima gelukt. Maar omdat ik gewoon 40 uur in de week stage loop, was gewoon echt te veel. En ja, sorry dat ik het niet heb gehaald. Ik heb alsnog superveel leuke vlogmes video's voor jullie. Maar ja, sorry, het was gewoon even te veel. En ik ga nu gewoon weer weekvlog, dus vandaag maandag. Ik was van het weekend naar festival geweest van Halla. Ik was helemaal dood, want ik was 11 uur 's ochtends thuis. Echt, vraag me niet hoe. Toen heb ik gisteren de hele dag geslapen, vandaag heb ik geslapen. Ik was helemaal niet lekker. Ik ben net heel even naar de stad geweest met mijn moeder. En heb ik even veel dingetjes gekocht. Dus ik ga vanaf nu gewoon weer weekvloggen met kerst. Ik heb jullie echt super erg gemist. Echt niet normaal, maar mijn hoofd kon er gewoon even niet bij hebben dat ik ook nog moest vloggen. En ik hoop echt dat jullie het begrijpen. Ik had het ook op mijn Instagram verhaal gezet, zoals ik zei. En ja, jullie reageerden allemaal super lief. Thanks daarvoor. Love jullie. Dus vandaar dat ik even een tijdje weg was. Ik moet vanavond 2 vlogs editen. En die ga ik van de week online zetten. En dan komt deze gewoon weer volgende week online. Maar... ik zal even laten zien wat ik net allemaal heb gekocht. Ik heb onder andere cadeautjes gekocht voor mijn broer en zijn vriendin. Maar voor kerst. En dit kan ik laten zien, want deze komt pas na de kerst online. Als eerst heb ik deze gekocht. Maar dit is gewoon, ja, zie gewoon leuke decoraties. Zijn namelijk net verhuisd en zo, deur van plantjes en zo. Dus... ik dacht, dat is sowieso wel leuk voor in huis. Er mist een raam. Nee, dat klopt. Dan kan je er iets in zetten. Oh, het is niet helemaal dicht. Leuk. Dat is dus het eerste wat ik heb. Dan heb ik een superleuke kaars gekocht. Zeg maar ook voor in huis. Oh my god. Mam! Toen je tegenaan was geknald, heb je die kaars verbogen. Oh my god. Het kan echt niet. Ja, dat metaal. Ja. Maar dat was volgens mij ook de laatste. Nou, niks aan te doen. Nou, dat is weer heel triest dit. Maar ja, kunnen we er niks aan doen. Heb ik nieuwe mascara's gekocht. Als 1 plus 1 gaat, dus heb ik 1 voor de vriendin van mijn broer. Ik gebruik al deze mascara's, krijg heel veel vragen over. Maar deze zijn van Essence, zijn echt 3 euro. Ze zijn echt de beste mascara's ever. Deze. Dus ik heb er 1 voor haar en 1 voor mezelf. Ik heb nu echt zoveel mascara's. Echt triest. Dan heb ik deze Catrice Priming Spray. Dit was namelijk 50% korting. En die van mij is bijna op. Dus dat is top. En had ik deze concealer van Essence ook. Ik was er gewoon benieuwd naar. Hij is volgens mij nieuw. Hallo. Hij is volgens mij nieuw. En ik was gewoon benieuwd, ja, of dit ook werkt. Ik heb echt geen idee. Ik heb nu deze van Catrice. En die is eigenlijk ook best wel goed.
Dus ja, misschien werkt het echt voor geen meter. En misschien is het superleuk. Dan heb ik deze klemmetjes gekocht. Want ik heb zeg maar zo'n memory board met foto's en zo. Maar ik heb echt zo'n kut klemmetjes. Dat is niet normaal. Dus ik heb een nieuwe gekocht. Ik heb deze oorbellen gekocht. Bij de H&M. Heel leuk. Deze waren 8 euro. Deze was volgens mij 4 nog wat. Maar 50% korting. Deze waren ja, 3 euro of zo. Deze klemmetjes waren volgens mij 4 euro. Ik weet niet meer. Dan heb ik dit shirt gekocht. Bij de H&M. Superleuk. Met gouden paillet en groen. Deze was maar 10 euro. Voor een shirt. Dat is echt niks. Superleuk. En dan heb ik een superleuke broek gekocht. En ik ga ook Dr. Martens kopen. Die heb ik gepast. Maar ze, ja, ze hadden mijn maat niet meer. Dus zaterdag ga ik mijn moeder weer shoppen. En dan ga ik ze kopen. Maar ik heb hier een superleuke broek. En dit is een mom jeans. Hij zat echt super mooi. Dus ja. Super leuk. En deze was 30 euro. Super leuk inpakpapier. En wat leuke lintjes. En dan ga ik het even leuk inpakken allemaal. Ik wil eigenlijk deze even doen. Ik ga even deze in doen. Kijken hoe het gaat. Zo kut met die nagels. Mijn oorbellen losmaken. Dat kan gewoon niet. Oh, zo leuk dit. Ze zijn echt de perfecte formaat gewoon. Want soms zijn ze net een beetje te groot. Maar dit is echt perfect. Maar ik heb nu deze oorbel ernaast. Dat doe ik natuurlijk niet dan. Morgen heb ik ook lekker een dagje rust. Morgen is het kerstavond. Oh, zoveel zin in kerst. Het is inmiddels avond. Ik heb gegeten. Ik heb cadeautjes ingepakt. Ik lig onder de boom. Ik zal het morgen wel laten zien. En ik ga morgen shoppen in Amsterdam met Bo. Ik ga nu slapen, want ik ben zo moe. Dus tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag, volgens mij ben ik niet scherp. Het is dinsdag, dus 10:30. ja, de planning is iets uitgelopen, want Bo is zich verslapen. Dus ja, nu lopen we een beetje achter. En ik moet 5:30 thuis zijn. Want vanavond is het kerstavond. En ja, ik ga 5:30 thuis zijn. Dus ik weet niet of het nog heel veel zin heeft. Oh mijn god, ik ben echt heel overplicht. Ik weet niet of het heel veel zin heeft om nog helemaal naar Amsterdam te gaan. Maar ik moet sowieso eerst even boodschapjes halen. Dus dat gaan we eerst doen. Ja, ik moet eerst even boodschapjes halen voor kerstavond nog. En ja, voor alle kerstdagen. Want jezus, wat is het kutlicht. Voor alle kerstdagen. Want ja, natuurlijk alles is gewoon dicht. Mijn moeder heeft beneden een lijstje neergelegd. Dus even kijken. Maar ik ga gewoon naar de supermarkt hier in de buurt. Ik snap er niks van. Ze zegt eerst hou een voorgebakken stokbrood. En dan zegt ze 10 eieren. En dan zegt ze ik haal lekker stokbrood in Alphen. Ik haal het wel gewoon en dan zie ik het wel. Dat ga ik even halen en het is kut weer, dus fuck mijn leven. Ik heb trouwens nog een probleem, want mijn adapter van mijn MacBook Pro naar mijn camera is kapot. Ik kan weer dus de vlogs niet editen. Ik weet gewoon niet, maar het universum wil mij niet dat ik vlog upload. Dus I don't know what the fuck ik moet doen, maar ik moet een nieuw kopen. Maar die dingen zijn echt fucking duur. Ik ben echt heel boos. Oké, we zijn in Amsterdam en we zijn even een broodje aan het eten. We hebben nog niks gevonden om te shoppen. We hebben lekker een broodje gepakt zo. Super lekker. Oh my god. Oké, ik ben net thuis. Wat een kutwerk. Ik word er helemaal gek van. Oh mijn god. Ik ben zo overplicht elke keer. Ik ging net naar huis met de scooter. Nou, het was niet normaal. En de scooter was ook ongevallen. Dus de hele spiegel lag eraf. En het is zo'n kut weer. Ik word helemaal gek. Hier zijn trouwens al een paar cadeautjes die ik heb ingepakt. Ziet er echt super leuk uit. En ik moet even een toetje gaan voorbereiden. Maar ik ga eerst op de bank liggen en chillen, want ik ben er helemaal klaar mee. Maar ik moet dit maken. Apple crumble of zo. Dit.
Maar dat ga ik nu echt nog niet doen. Oké, dus inmiddels een tijdje verder. En ik heb gegeten. We hadden lekker een kaasfondue op. En ik heb deze top aan. En ik zal zo even mijn broek laten zien in de spiegel. Maar ik heb hem even opnieuw opgemaakt. Want ik ga nu uit. Ik zit er twijfel om mijn camera mee te nemen. Want ik ben echt bang dat ik kapot ga. Dus ik ga denk ik gewoon vloggen op mijn telefoon. Oh mijn god, ik heb niet gefilmd. Ik heb niet gefilmd. Ja, dan doe het opnieuw. Ik ga dood. Ik ga dood, jongens. Ik heb al gedaan. Nee, ik ga echt niet nog één. Goedemorgen, het is inmiddels de volgende dag. Ik heb gisteren verder gevlogd op mijn telefoon. Ik was weer heerlijk dronken. Het is nu 3:30. Ik kom pas 2:30 mijn bed uit. En normaal, ik ben pas 2:30 wakker. Ik heb zo lang geslapen. Maar mijn familie van mijn vader komt. Ik heb dit nieuwe shirt aan. Met mijn broek, deze laarsjes. Mijn nieuwe oorbellen. En, oh mijn god. Ik voel me gewoon eigenlijk nog best wel goed. Ik heb helemaal geen kater. Maar dat kwam omdat ik ook zo laat wakker ben geworden. Ik was 6:00 thuis. Misschien zelfs later. Het was echt een drama gewoon. Maar het was zo leuk. Echt. Het is zeg maar een, het woudje is een soort kroegachtig iets. Maar het wordt alleen maar leuke muziek gedraaid. Omdat onze vrienden gewoon achter de bar staan. En je kent gewoon iedereen die er is. Dus dat is gewoon super gezellig. De kamer is zo en zo weer. Oh my god, ik durf niet te filmen. Oh ja, ik ging eigenlijk mijn bril halen. Oh. Ja, mijn ontbijt wordt denk ik het kerstdiner. Want voor mijn moeder mag ik niks eten tot mijn kerstdiner, omdat het 3:30 is. En eigenlijk komt de visite ook nu. Dus gaat weer lekker goed. Goedemorgen allemaal. Het is zo, inmiddels vrijdag. Ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd. Want ik was super laat wakker en toen ben ik gaan chillen. Toen kwam mijn broer met mijn kleine neefje. En toen gingen we gewoon eten en gewoon lekker kerst gevierd met z'n allen. Dus ik heb er gewoon helemaal niet meer aan gedacht. Het is nu 2:30. Ik weet niet wat er met mij is. Ik slaap zoveel. Het is echt niet normaal. Ik zie er niet uit. En ik vind het zo kut, want ik kan gewoon niet mijn vlogs editen. Want die adapter is kapot. Dus ik ga sowieso vandaag een nieuw adapter bestellen. Maar ik wil gewoon vandaag de vlog online. Dus ik ga kijken of ik hem op mijn oude iMac kan editen. Ik ga nu eerst even wat eten. Geen idee wat. Trouwens, ik heb mijn kerstcadeaus nog niet laten zien. Maar ik heb dit dus gekregen. Dit is echt perfect voor mij. Want je kan hier dus mee liggen met je laptop in bed. Maar ook gewoon voor op een bureau of... waar dan ook, waar je wilt. Dus dat is super handig. Deze sokken. Met glitters. Een chocoladereep. Met melk gloewijn. Holy shit. Ja, altijd lekker. En deze superleuke tas. En deze superleuke tas. Wacht even. Even in het licht houden.
voor mijn school en zo. En ja, I don't know voor wat allemaal. En dit spel. Zo leuk. Dus ja, dat waren eigenlijk mijn kerstcadeautjes. De boom is leeg. Ik ga echt nu koffie zetten. Het cadeau. Ja, nu zet ik aan. Yay. We zijn lekker onderweg naar McDonald's. Ja. Oh, dat heb ik nog niet gezegd. Ik wilde het nog zeggen, maar oh. Ik belde Bo van, ik appte er trouwens van, ja, ik zullen we naar de Mac. Echt heel erg. Zouden eerst naar de sportschool gaan? Ja, ik dacht er nog aan, hè. We zouden eigenlijk vandaag naar de sportschool gaan. Om 12 uur. Nou, om 12:30, dat staat nog steeds niet mijn WhatsApp geopend en mijn telefoon opgenomen. Dus we appte opeens om 12:45. Ja, ik heb hem verslapen. Ga nu pas wakker. Gaat niet meer lukken. Ja. En toen dachten we, gaan even naar McDonald's. Ja. Want we hebben het afgelopen weekend gewoon niet genoeg gevrouwentaal. Nou, weekend. Het voelt als weekend of zo. Het is, maar nu is het wel weekend. Ja, nu is het pas weekend. Oh, morgen gaan we er super. Ja, dat is heel leuk. Leuk. Zo, die zon in mijn bad. Het staat heel erg bij de zon. Maar dat is wel echt heel lekker. Het is beter dan elkaar sneeuw. Ik kan echt niet verwachten. Je houdt ook eigenlijk de verkeerde hand vast, maar dat komt omdat ik hier zit. Ja, klopt, maar. Ja. Ja, is het morgen al, ja? Hè? Morgen is dan zaterdag. Ja, want ik snap de dagen echt niet meer. Ik ook niet. Ja, ik zie geen schijf door die mist. Ja, you can. You can go, girl. Yeah. Zie je, mijn hele raam is beslagen aan deze kant. Oh ja, zo. Wat heb jij gedaan? Ja, dat denk ik. Is dat zo eng met zo'n spoor? Ja. Nou, we zien jullie zo met lekker van mijn tunnel. Ja. Oh, wat. Het is echt zo fel. Ja, het is heel fel. Maar ik heb een cheeseburger. Heb ik alleen een cheeseburger? Nee. Dan. En ik heb een chili chicken. We hebben 9 kipnuggets te delen. Oh, en friet. Oh, jammer. En ook nog een burger. Ja. Wat zou voor die persoon gaan? Maar ik heb altijd zoveel stress. Als je dan het hebt bestellen. Mmm. Deze van jou. Zo, ik ben echt heel overdig. Oh, lekker man. Hoe gaan we dat dan eten allemaal? Ik zie geen ene ruk door dat licht. Nee, ik ook niet. Dit is waar je melk is. Ja, ik zie echt geen peper nu. Mmm. Dit denk ik voor jou. Ja, klopt. En dit ding ook. Oh. Zo. Ja. Love the Libby. Zo, het is echt mooi weer. Het is echt fucking mooi weer, want het is december. Ja. Normaal. Hoort het echt een sneeuw, hè? Ik zou alleen bijvoorbeeld met kerst sneeuw willen. En ik dan niet. Moet ik toch binnen? Ja. Alleen met eten mee binnen. Ja, maar ja. Wat is dat voor iets raars? Ja. Ik had echt honger. Ja. Ik heb helemaal niks gegeten bijna. Alleen in zo'n klein kerstbroodje. Ik heb dus helemaal geen honger. Ja. Maar ik ga het wel krijgen of zo hoor, dat is daar niet van. Maar ik ga echt nooit eigenlijk door de McDrive. Valt echt wel mee hoor. Nee, je filmt het gewoon altijd, dus dan lijkt het heel vaak. Ja. Maar. Ik ben echt al lang niet geweest. En. Ik had gedacht. Ja. Zeg maar, al zou ik mijn rijbewijs hebben, dat ik vaker zou gaan. Ja, maar dat denk je altijd. Ja. Oh. Oh. Nou, we gaan even eten. We gaan even eten. We gaan nog een keer door de McDrive, want we willen even iets van een milkshake. Ja, van een ijsje. Ja. Dit ding is heel irritant. Dat is een camera ook. Op een hele ik wil 1 medium milkshake aardbei. Ja.
En één sundae karamel zonder nootjes. Dat was hem. Dit is 5,50 euro. Mag het doorheen lekker? Ja. 5 euro. Paap. Dat kopje melk. Zo duur nog? 5 euro. Het is bijna net zo duur. Wel, hij gaat vallen. Ik heb hem. Het is bijna net zo duur als het eten net. Nee. We hebben echt een rare McDrive. Dat je helemaal zo omhoog moet. Ja. Heel veel McDrives hebben. Stel dat er moet je hellingproof doen. Zo, dat kan ik niet. Nee? Nee, niet met deze auto. Waar is je portemonnee? Mijna. Mane. Wie betaalt de schade? Bo. Zet het zo. Hoi. Ja. Alweer? Ik ken je niet echt van. Ben jij van YouTube? Hey. Dat thuishaven. Oh ja. Was je erbij toen? Ja. Ja. Twee keer of zo, drie keer. Ja, dankjewel. Dankjewel. Werkt ze nog, hè? Happy New Year. Oh nee. Die camera. Ik ga even weg. Zo, die rem piept een beetje. Niet een beetje. Saar, die hebben we helemaal niet weggepakt. Echt vies. Ja. Zet hem maar. Er had echt te veel karamel in. Ja, ik vind chocola lekkerder. Nee. Ja, zo lang duurt het toch niet om een ijsje te maken. Inderdaad, ik kan het gewoon een ijsje tappen en weggeven. Tappen. Ijsje tappen. Ja, het is soft ijs. Hi. Heerlijk. Nee. Dankjewel. Thanks. Gaat lekker. Oh, die camera, Bo. Nee. Oké, het is inmiddels zaterdag. Ik heb wel een beetje gevlogd deze week, maar niet heel veel. Maar we gaan nu uit naar Superclub. Juist. Hi, lieve mensen. Hi, lieve mensen. Nou, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. We zitten lekker. Het is 2:30 al. 2:30, we hebben nog niks gegeten. Maar we gaan nu naar de Mac. Maar ik ga echt nooit eigenlijk door de McDrive. Valt echt wel mee hoor. We gaan met Bo en we zijn echt helemaal naar de tyfus. Nou, ik ben zo verkouden, dat is niet normaal. Ja, Maar we waren nog best op tijd thuis. Ja, maar we sliepen pas 6:30. Ja. Kwart over 5 waren. Ik kon niet slapen. Ik was zo doodwakker. Ja. Ik kon gewoon niet slapen. Je bent gewoon over je boeheid heen. Ja, maar ik had ook alleen maar vodka Red Bull op. Dus oh, ik ook één tijd in het bed. Echt? Ja, ik heb er één op. Zo progress. Yes! Ja, klopt. Ik heb maar het hartkloppen van Red Bull. Ja. Ik was zo dronken, ik heb niet doorgehad. Nou, vanochtend had ik wel een beetje. Die opeens zo. Doe ik dat ook wel eens? Nee. Die zo. Ja. Ja. Nee, geen idee. Ja, dood. Nee. We zijn nu onderweg naar boven. Staat de auto van Isabel en dan gaan we even met z'n drieën naar de Mac. En daarna gaan we een documentaire kijken over het beest van Harkesteden. Moet jullie echt kijken. En dat is een moordenaar en die komt hier uit de buurt. Moordenaar die komt echt uit de buurt waar ik woon. Gewoon letterlijk bijna mijn buren. Mijn buurman komt er ook in voor. Echt? Zo, en jij dan? Ik ken hem niet. Oh, en ik ga trouwens rijden in Isabel de auto. Ja, dus het wordt heel grappig. Oké, het is inmiddels de volgende dag. Mijn adapter die moet binnenkomen. Ik kan nu nog steeds geen vlogs editen, dus het is ook echt alleen maar gezeik. Maar ja, ik heb nu denk ik al 2 weken niks gepost en ik vind het echt kut. Maar het komt sowieso goed jongens, ik ga sowieso weer posten. Maar dit is wel het einde van de weekvlog in ieder geval. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je het alsnog leuk vond. En ja, geef een blauw duimpje omhoog als je vindt dat ik gewoon door moet gaan. Want ik krijg er ook
ik krijg er ook gewoon veel vragen over, weet je wel, van gaat er nog een vlog komen, ben je gestopt, wat is er aan de hand? En er is gewoon zoveel, ik zit gewoon niet heel lekker in mijn vel of zo. Ik weet niet echt precies hoe het komt, misschien komt het ook gewoon, weet je wel, door de winter. En dan voelt me altijd gewoon even wat kutter en dan ben je niet lekker, dan ben je verkouden en heb je gewoon nergens zin in. Dus ja, ik denk dat dat het gewoon is. Ik wil jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!